Voor mijn missie van vandaag ben ik helemaal in de Achterhoek. Om precies te zijn, in het prachtige dorpje Eefde. Oké, hallo Eefde. Op zoek naar een blinde man. Nou, dat kan niet missen. Goedemiddag, ik ben Klaas. Ik denk dat die envelop voor mij is. Dankjewel. Beste Klaas, voor deze online missie willen we dat je vandaag uitzoekt of je blind een kartrace kunt voltooien. Succes! Blind een kartrace. Eens kijken of ze hier iets weten. Ik heb een eendagsmissie dus. Uitzoeken of ik blind een kartrace kan voltooien. Ik denk dan gelijk, blinden kunnen toch niet karten? Dat is vrij onmogelijk. Nee, dat kan bij ons kan dat gelukkig wel. Is dit een soort lesauto? Ja, wij noemen het hier een duokart. En je kan dus de minder valide persoon, die kan er dus naast zitten. Ja. Die kan zelf meesturen, die kan er echt raceervaring krijgen. De bestuurder zelf, die geeft gas en die remt. En die heeft altijd nog de controle over het stuur. Wat een goed idee. Kunnen we een rondje maken? Ja. Dat kan. Ja? Dat is mogelijk. Ja, niet handig. Wacht even. Even kijken, hoe heet dit? Zo, ja. Ah! Er is één! Dit is verschrikkelijk! Dit is echt verschrikkelijk! Je hebt geen idee! Nee. Maar hoe? Dit is niet te doen, man! Oké. Jij geeft gas, ik stuur, jij zegt waar ik heen moet sturen. Ja. Kijken of ik er iets van kan maken. Gaan we doen. Nee! Ik ben buiten! Stuur jij maar! Oké. Hier kan ik heel kort over zijn. Dit gaat niet werken. Je wordt ook knijtermisselijk omdat je niks ziet. Ja. Ik ga op onderzoek uit, maar ik heb geen idee of ik terugkom met een goed plan. Nou, succes. Dankjewel. Nou blijf ik kijken. Rij maar rustig die kant op. Voor hulp ga ik naar Jaap de Ruiter. Jaap werkt als hersenonderzoeker aan een uitvinding die blinden binnenkort kan laten zien. En omdat de gangen op Jaaps werkplek nogal lang zijn, heeft hij een leuk vervoersmiddel. Hallo. Ha. Klaas. Jaap? Ja, klopt. Top. Nou, kom mee. Op je skateboard? Ja, dat klopt. Wat goed. Deze kant. Deze kant op, ja. Hey, wat even voor mijn begrip. Jij bent hersenonderzoeker en bezig met het vinden van oplossingen voor mensen die niet kunnen zien. Ja, dat klopt. We zijn met een hele grote groep mensen uit Nederland eigenlijk, allemaal professors en andere onderzoekers, zijn bezig met het ontwikkelen van een bionisch oog, waarmee we blinde mensen weer een beetje wat kunnen laten zien. Een, ja. Een bionisch oog? Ja. Wat is bionisch? Ja, dat is eigenlijk een soort robotoog, om het zo te zeggen. Dus wat we doen is, we in plaats van de ogen gebruiken we een soort camera die we direct aansluiten op de hersenen. Dus die naaltjes, dat gaat zeg maar in je hersenen? Ja, dus deze chip met die naaltjes, die wordt eigenlijk in je hersenen gezet, heel voorzichtig. En het zijn een stuk of 100 van die naaltjes nu, maar hoe meer naaltjes, hoe beter eigenlijk. Want die naaltjes werken als een soort megapixel straks, want elk naaltje kan je een klein stroomstootje opzetten. En met elk stroomstootje kan je weer een stipje laten zien. En hoe meer stipje je kan gebruiken, hoe meer je van de buitenwereld kan laten zien. Net als bij een foto, des te beter is de resolutie. Ja. Kan je eigenlijk meer inzoomen, heb je meer detail en zo. Ja, om echt te ervaren hoe dat dan precies is, hebben we een VR-bril gemaakt. Ja, ken ik. Ja, en op die VR-bril kun je dan precies simuleren
wat zo'n blind iemand nou te zien zou kunnen gaan krijgen als ze zo'n implantaat krijgen. Oké, okay. En die doet het al? Ja, wil je het even proberen? Ja, zeker. Okay. Ja, maar ik zie, want jij bent nu hier, ja. Hier. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, dit is, hoeveel vingers steek ik op? Dat kan ik niet zo goed zien. Moet je even, okay. Gaan ze hier staan? Ja. Hier? Ja. En dan hier je hand. Even kijken hoor. 4. Ja, oké, heel goed. Ja. Is het voor iedereen? Nee, het is niet voor iedereen. Het is voor mensen bij wie de hersenen nog goed werken in ieder geval. En die wel gezien hebben ooit. Dus eigenlijk gaan we waarschijnlijk als eerste testen bij mensen die heel recent blind zijn geworden. Het is echt bizar. Ja. Mag ik hem lenen? Ja, je mag hem maar even lenen. Succes met je missie. Die neem ik mee voor de zekerheid. Okay. Zo. Ja. Ik denk dat ik een oplossing heb. Dit... Oh, het is wel vaag nog. Maar dit is wat blinde mensen kunnen gaan zien in de toekomst. Nou, laat het maar proberen. Wat denk je? Ik denk, het gaat vast lukken. Ik zie wat twijfel. Het gaat vast lukken. Oké. We gaan ervan uit dat het goed komt natuurlijk. Ja, ik ook. Oei, oei, oei. Wel een beetje spannend. Een beetje? Oké. Goed. Bril heb ik hier. Ik merk op de stoep dat hij allerlei informatie geeft, dus dat is super ingewikkeld. En ik hoop dat hij het zo meteen op de weg beter gaat doen. Anders is het gewoon einde oefening. De bedoeling is dat ik een race blind heb gereden. Nou, met deze bril zie ik gewoon niet wat er om me heen gebeurt. Gelukkig heb ik een hulpmiddel. Kijken of ik je zo meteen weer zie. Wish me luck. Oh, waar is de weg? Ja, ik schiet niet bepaald als Max Verstappen uit de startblokken. Omdat ik namelijk niet 100% weet waar ik nou ben, kijk ik eerst even de kat uit de boom. Oh, dit is moeilijk. Dit is eng. Maar als ik wat meer gewend raak aan de bril, durf ik het gaspedaal ietsjes verder in te drukken. En dan is de finish eindelijk in zicht. Sam, ben jij dat? Ja, dat ben ik. Stop maar, rem maar. Ja, goed zo. Hoe was dat? Wow! Nou, echt die eerste bochten, verschrikkelijk. Ja. Gewoon niet te zien bijna. Daarna heb ik iets meer lef, maar het blijft wel echt heel moeizaam. Ja, heb ik geraced. Als het een slakke race is, reken ik hem goed. Maar misschien moet jij het maar zeggen in de comments. Vond je dit race genoeg? Even uitgaan dat ik niks zag? Of zeg je nee, Klaas? Daarvoor moet het echt iets harder gaan. Vond het wel tof om mee te maken. Maar karten als blinde met zo'n apparaat. Ik zou nog even wachten. Ik doe nog één rondje. Zo. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Denk je dat net iets sneller gaat? Dankzij deze bijzondere uitvinding ben ik als blinde toch heel hard over de finish gekomen. Missie geslaagd! Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als dat zo is, gooi even dat duimpje omhoog. Vergeet niet jezelf te abonneren. Hier vind je nog meer leuke missies. En hier allerlei andere video's van Klaas Kanaal. Kortom, veel kijkplezier!